Je ziet het. Ik zit er ontspannen bij. Het lijkt ook ontspannen. Toch een beetje zenuwachtig. Ik moet zo meteen die kant op. De buis in. Heel veel wind. Ik heb net al heel veel geoefend. Je ziet misschien nog wat streepjes rond mijn ogen. En het wordt misschien toch wel wat zwaarder dan ik dacht. 15 minuten zwevend gamen in de indoor skydive tunnel. Ik heb net nog even geoefend. En het kan er wel zwaar worden. Maar ik heb er wel vertrouwen in. We gaan het zien. Oké, nou, ik moet gaan. Ik geloof dat ik over 2 minuten die buis in moet. Maar voor de duidelijkheid, nog even de regels van de officiële meneer van de Guinness Book of Records. Thanks, Jesse. The rules are, Jesse will need to stay in the air for a minimum of 15 minutes inside the wind tunnel. The timer starts as soon as he's got control of the game and he needs to keep control throughout, not only of the game, but also of his own body. Records. I would like to present you with this certificate welcoming you to the Guinness World Records family. Thank you. A new Guinness World Record for indoor freefall gaming with a time of 18 minutes and 52 seconds. Congratulations. Thank you. Zelfde tunnel, stuk minder wind, hele blije Jesse. Wat zou het zijn? Ik weet het wel. Ik weet niet of je het kon lezen, maar er stond dat Jesse en Endgamer voortaan in het Guinness Book of Records staan. 15 minuten was de planning die ik moest aanhouden van Guinness. Ik heb er geloof ik 18 minuten en 52 seconden van gemaakt. Dus record voor ons. Het was redelijk pittig. Het viel me een beetje tegen. Ik werd er stevig moe van. Toen ik er toch eigenlijk wel een beetje klaar mee was, toen kon ik nog net de eindbaas verslaan. Gelukt. Prachtig einde natuurlijk om af te sluiten. Dus we gaan blij naar huis.